Somebody here today. Ik wil iemand aanmoedigen vandaag. As I was praying, I felt the Lord say, encourage somebody. Toen ik aan het bidden was, voelde ik dat de Heer zei, moedig iemand aan. There is somebody in our midst. Er is iemand in onze midden. You are tired. U bent moe. You just feel like giving up in your life. U wilt gewoon opgeven in uw leven. You feel like just surrendering. U wilt gewoon opgeven. You don't see the end of the tunnel. U ziet geen einde aan uw tunnel. The truth is you are tired. De waarheid is, u bent moe. If not for the fear of hell. Als u niet bang was voor de hel. You would have committed suicide. Dan had u zelfmoord gepleegd. This service is for you. Deze dienst is voor u. Today. Vandaag. And as I speak. En terwijl ik spreek, God will cause something new to happen. Zal God ervoor zorgen dat er iets nieuws zal gebeuren. In de naam van Jezus. Some are just tired. It has not gone to that level, but it's also for you. Sommigen zijn gewoon moe, maar niet tot het niveau van zelfmoord plegen, maar dit is ook voor u. In Jezus naam. Let's open our Bibles. Laten we onze Bijbel openen. So Psalm 30. Naar Psalmen 30. Verse 5. But before we read. Maar voor wij gaan lezen, I want to tell the church one basic truth. Wil ik de kerk één basiswaarheid vertellen. Jesus will always win. Jezus zal altijd winnen. Jesus will always win. Jezus zal altijd winnen. Because Jesus has won. Omdat Jezus gewonnen heeft. No matter the battle you face. Het maakt niet uit welke strijd u aangaat. And you are a real child of God. En u bent een echte kind van God. The conclusion of the matter is already known. De besluit van het gevecht is al bekend. You will not lose. Omdat u niet zal verliezen. You may suffer. U gaat misschien lijden. You may have pain. U zult misschien pijn you lijden. You may have problems. U zal misschien problemen but the hebben. The conclusion of the matter. Maar de resultaat van is dat you always win. Is dat u altijd zal winnen. The moment you have this in your head. Het moment dat u dit hebt in uw hoofd. In your mind. In uw gedachten. In your spirit. In uw geest. Just know it's a matter of time. U moet weten, het is gewoon een kwestie van tijd. Every problem has a solution. Elke probleem heeft een oplossing. Am I talking to somebody here today? Spreek ik tot iemand hier vandaag? You see, you suffer when you do not know that every problem has a solution. U lijdt omdat u niet weet dat elke probleem een oplossing heeft. And as far as there is a solution to every problem, God will always bring a solution. En zover er een oplossing is voor alle problemen, zal God altijd een oplossing brengen. Every quarrel between a man and a woman will always have a solution once God is involved in settling it. Elke ruzie tussen een man en een vrouw zal altijd een oplossing hebben als God daarmee betrokken is. Whatever the enemy throws at you, never give up because there is always victory at the end. Het maakt niet uit wat de vijanden tegen je gooien, niet opgeven, maar er is altijd overwinning op het einde. Am I talking to somebody here today? Tot iemand hier vandaag. As far as God is with you. Zover God met u is. Except God is not your father. Tenzij God uw vader niet is. Can we read that scripture? Laten we het lezen. For his anger endureth but for a moment. I told the church that many people their problem is not Satan. Ik heb de kerk verteld veel mensen hun probleem is niet de duivel. We Christians our problems does not come from Satan. Most times our problem is God himself. Wij christenen, onze problemen komt niet van de duivel, maar van God zelf meestal. Resisting us. God weersta ons. Because we have taken the wrong path and been a father, he resists us. Omdat wij de verkeerde pad nemen en omdat hij onze vader is, weersta hij ons. Sometimes God gets angry at our lifestyle. Soms wordt God boos wegens onze levensstijl. Imagine you're a senior, maybe a deacon in the church, and maybe you're a leader in the church. Stel je voor, u bent een diaken in de kerk of een leider in de kerk. And you go on drinking beer. En u gaat verder bier drinken. God is going to resist you. God zal u weerstaan. Not that he hates you. Niet dat God u haat. But he just wants you to stop, so you cannot resist you. Maar hij wil gewoon dat u stopt, en daarom zal hij u blijven weerstaan. So he can allow you have a little bit of sickness. Dus hij kan ervoor zorgen dat u misschien een beetje ziek was. If you like bind, pour all the oil on your head. The sickness will not go. Ook al blijf je binden en bieden en alle olie op je hoofd zal doen, because zal de ziekte niet weggaan. Because that is not the devil fighting you. Want het is niet de duivel die u vecht, but God, maar God opposing you. Die u tegenhoudt. Not because he hates you, niet omdat hij u haat, but because he wants a change. Maar omdat hij een verandering wilt. For his anger endureth, but for a
Zijn boosheid blijft alleen maar voor een moment. So never say that God is angry for you forever. God can never be angry for any of his child for. Dus niet zeggen dat God altijd op je boos blijft. Nee, dat gebeurt niet voor zijn kinderen, alleen voor een moment. In his favor is life. In zijn gunst is het leven. Then he says, weeping may endure for a night, but God cometh in, but joy cometh in the. Hel zal misschien blijven tijdens de nacht, maar vreugde komt 's morgens. You might be in the season of your night. Je bent misschien nu in de seizoen van uw nacht. You might be in the season of trials. Je bent misschien nu in de seizoen van beproevingen. You might be in the season when it looks as if nothing is happening or will ever happen for you. Je bent nu misschien in de seizoen dat lijkt dat niets zal gebeuren voor u of nooit zal gebeuren. But there is a good news if you are a real child of God. A morning must come. Maar er is een goede nieuws als je een echte kind van God bent. Dat betekent dat er een morgen zal komen. No night is permanent. Geen nacht is permanent. Every night must give birth to morning. Elke nacht zal een morgen voortbrengen. Spreek ik tot iemand? Every night must give birth to a morning. Elke nacht zal een morgen voortbrengen. So don't weep as if your night will never end. Dus niet huilen alsof je nacht nooit een einde zal komen. If you have this knowledge in your head that your night will end. Als u een kennis hebt in uw hoofd dat uw nacht zal eindigen, you'll be waiting for your morning. Dan zult u wachten op uw morgen. And in the morning will always bring forth joy. En uw morgen zal altijd vreugde brengen. Can I bring a common example everybody has here? Ik zal een gewone voorbeeld brengen dat iedereen meemaakt hier. If you have your papers here, als u verblijfsvergunning hebt, just say hallelujah. Zeg halleluja. But you see, now you have your paper. Maar zie, nu hebt u verblijfsvergunning. It means nothing to you. Het betekent nu niets That's meer the truth. Voor u. Dat is de waarheid. It's like a piece of paper. Het is net een stuk papier. But some of you, when you did not have the paper, you are ready to kill somebody. Maar sommige van jullie toen u de verblijfsvergunning niet had, was u klaar om iemand te doden. Some of you were not able to sleep. Sommige van jullie konden niet slapen. You moved from A to Z. U gaat van A tot Z. You did everything to ever. U doet alles dat u kan doen. Your high blood pressure was high. U had hoge bloeddruk. But today. Maar vandaag. Does that make any meaning anymore? Betekent het nu iets voor u? Nee. That time was the season of your darkness. Die tijd was de seizoen van uw duisternis. But joy has come. Maar uw vreugde is gekomen. Some of you that have papers today never believed you're going to have papers. Sommigen van jullie die verblijfsvergunningen hebben nu, hebben nooit geloofd dat Some u dat zou hebben. Never dreamt you're going to have your papers. Sommigen van jullie hebben nooit gedroomd dat u verblijfsvergunning zal krijgen. I am sure when you were in your darkness, you never believed it was going to happen. Maar ik weet zeker dat toen u in uw duisternis was, geloofde u niet dat het zal gebeuren. But God knew it was going to happen. Maar God wist dat het zal gebeuren. So if in those darkness you were rather praising God, your pain would have been less. Als u in de duisternis God aan het prijzen was, zou uw pijn minder zijn geweest. Weeping may endure for the night. Hel blijkt misschien voor de nacht. Are you in this place and you're weeping? Bent u in deze plaats en u bent aan het huilen? I have a good news for you. Ik heb een goede nieuws voor u. Joy. Is on his way. Vreugde is op komst. Can somebody believe me for at least one time and say joy is on his way? Kan iemand mij geloven voor één keer en zeggen vreugde is op komst? To give up in your night. Om op te geven in uw nacht. Means to die. Betekent om te sterven. When a sick man in the night gives up, he quickly dies than in the day. Wanneer een zieke man opgeeft, in de nacht zal hij sneller sterven dan in de dag. My advice for somebody here is never give up in this hardship. Mijn advies voor iemand is nooit opgeven in deze harde tijden. For those that give up are only those that say that God is not able. Zij die opgeven zijn alleen zij die zeggen dat God het niet kan doen. God is able. God heeft de mogelijkheid. He can do what he said he will do. Hij kan doen wat hij zegt dat hij zal doen. God is able. God heeft de mogelijkheid. Whatever he says he will do, he can do. Wat hij zegt dat hij zal doen, kan hij doen. So don't die in your darkness. Dus niet sterven in uw duisternis. If your darkness consumes you. Als uw duisternis u vernietigt. You are having a quarrel with your fiance. U hebt misschien ruzie. You are having a quarrel with your husband. Met uw man.
It does not mean that life has finished. Het betekent niet dat het leven voorbij is. It was only a season of darkness. Het was alleen maar een seizoen van duisternis. But if you trust God, maar als u God vertrouwt, there will be joy in the morning. Dan zal er vreugde zijn in de morgens. This message might not be for everybody. Deze bericht is misschien niet voor iedereen. But the person is for we know. Maar voor de persoon you zal het not wezen. To die. U hoopt niet te sterven. Anything pushing you to die because of the problem is not from God. Alles wat u duwt om te sterven wegens uw problemen is niet van God. Tell your neighbor tomorrow is beautiful. Zeg tegen uw buur, morgen is mooi. I refuse to die. Ik weiger om te sterven. Don't give up. Niet opgeven. Giving up is a sign to say that God does not exist. Opgeven is een teken dat God niet op niets bestaat. Can I show you a promise in Deuteronomy 31 verse 6? Ik zal je belofte noemen. Deuteronomy 31 verse 6. Of stuk 31 vers 6. Deuteronomy 31 verse 6. Stuk 31 vers 6. Christians don't live by the word. Christians live by what? No. Christenen leven niet. I'm trying to say that present day Christians hardly live by the word of God. Ik wil zeggen dat de christenen nu niet leven door het woord van God of geloof, maar door wat zij zien. I received a letter. Pastor, please come and pray. Pastor, alsjeblieft kom bidden. When can we begin to activate the hand of God? Wanneer kunnen wij de hand van God beginnen te activeren? We so insult God by our behavior and our action that it now looks as if our God does not exist. We beledigen God altijd door onze gewoonten en onze handelingen dat het lijkt dat onze God niet bestaat. In the first service I was sharing a testimony with them. In de eerste dienst was ik een getuigenis met hen aan het delen. That the whole thing cost us the whole anniversary cost a lot of money. Dat de feest heel veel heeft gekost. While I was praying, the Lord told me, gather your friends and celebrate what I have done for you. Toen ik aan het bidden was, zei God, breng je vrienden samen en vier wat ik voor u gedaan heb. And then a prophet that I know that God used to guide my life sometimes in prayer wrote me an email. He said, thus says the Lord, gather your friends and celebrate your 50th birthday because you are about to get into a new thing. En een profeet dat God gebruikt om mijn leven meestal te begeleiden, gebed heeft mijn e-mail gestuurd en zei, breng uw vrienden samen en vier wat God voor u gedaan heeft. Dus er was een overeenstemming. And I said, no, en ik zei, hey, I want to do my thing, I like to do it well. Als ik mijn ding wil doen, wil ik het altijd goed doen. So I need money. Dus ik heb geld nodig. Aspectus, all we had was only about 700 euros or so. That's the whole money I had. Vraag het aan meneer Peters, alles wat ik had van 700 euro. But I knew God. No, it was 900 or so. Is it, yeah? 900, you removed 300, so 600 or so. I don't know how much, because you had that money. It was 900. And then you removed 300 for something, isn't it? That was all the money I had. Het was alles wat ik had rond 600 euro. And why I left that money with him was because I knew that I may spend it. En ik heb de geld met hem gelaten, want ik wist dat ik het zou spenderen als ik het had. And I believed God. En ik heb God geloofd. I fixed a date. Ik heb een datum geplaatst. I believed God for it. En ik heb God daarvoor geloofd. Gradually we began to do it. Everything God paid, God began to do a little bit here and there and there. The men brought some money, the women did some few, and then. But yet, the gap was still heavy. Stilletjes aan was God vele dingen aan doen door de mannen die hebben iets gebracht. De vrouwen hebben een paar dingen gedaan, maar toch moesten we nog heel veel dingen doen. I put all my guests in the hotel. Ik heb al mijn gasten in de hotel. Because the Lord told me to pay for my guests, but let them pay. Maar de Heer heeft mij gezegd om te betalen voor mijn gasten en het niet toelaten dat zij zelf betalen. Some of them were in suits. We pay, I mean the whole thing, when my bill came. On Sunday morning was when they gave me the bill. So we're going on Tuesday. But on Sunday morning they already showed me the bill. 4,000 something just for hotel accommodation. Not the hall alone, no. Just the hotel accommodation. And by then, I was dry. Because even though the gift I was given, I had paid off. Even those. In fact, I even took money from somebody. I just paid it. I had given it out. En toch door alles, ze hebben mij de rekening gegeven.
gegeven voor het hotel. Het was meer dan 4000 euro en nu had ik helemaal niets. But inside me, I knew the scripture that the Lord shall supply all my needs because he was the one who told me, go, celebrate with your friends. He said I should celebrate him, but not celebrate myself. En ik ken de geschriften die zegt dat God al mijn noden zal voorzien, want God heeft er zelf gezegd, breng je vrienden samen en vier mij, niet mijzelf, maar God vieren. On Sunday morning, I had a pen in my hand. I came here. I was laughing. My face was long. I didn't know what to do. But inside my heart, I just believed him. I was saying to myself, there must be a miracle. My wife was a bit far. She was sitting this way. I was sitting there, but I was talking to her with my eyes. En zondag kwam ik hier met een lange gezicht. Ik probeerde wel te glimlachen, want ik had helemaal geen geld, dus ik wist niet wat ik moest doen. I said, Father, will the rain fall today? En ik zei, Vader, zal het vandaag regenen? Then suddenly, maar plotseling, a friend of mine walked into the church. Een vriend van mij kwam binnen in de kerk. Nobody knows him, so nobody might. He just came from the US. Hij kwam van de Verenigde Staten. Niemand kende hem. He just flew in, packed his plane straight because he has a private jet. He just packed it. He came, somebody took him, he came here straight on, came into this place, and then said he's leaving now, he's flying back to Africa. Now. And then took an envelope and gave to my cousin that was there. En die vriend van mij heeft een privé vliegtuig. Hij kwam gewoon, gaf mij een envelop en hij ging terug, want hij moest terug gaan naar Afrika dezelfde dag. And he left. En hij ging weg. I was wondering where this guy came and just left. He did come on the Saturday. I was a bit angry with him. And now on Sunday he just came, he's leaving. So I just forgot it. Hij kwam zaterdag niet, dus ik was een beetje boos op hem. En nu kwam hij zondag en hij ging gewoon weg, dus ik was het gewoon vergeten. After the party, I went to the hotel. After the service, I went to the hotel and my cousin called me. That's one the apostle of all. He called me and said, your friend dropped an envelope for you. So I said, how much? I said, what is it? So he gave me. I was in a hurry to open it. As I opened it, it was $5,000. Ik ging terug naar het hotel en een familielid van mij heeft mij die envelop gegeven dat de man aan hem gaf en het was $5,000. So I knew instantly that he sent him to come and pay those hotel bills. En ik wist onmiddellijk dat God hem gestuurd heeft om die hotelrekening te betalen. So at the end of the day, I finished everything. I was not owing anybody. Op het einde van de dag was alles klaar en ik had geen schuld. Praise the Lord. So I fulfilled the assignment of Jehovah and I was not owing any. Dus ik heb de taak dat Jehovah me gegeven heeft en vervulling gebracht en ik had geen schuld over. Why did I tell this story? Waarom heb u deze verhaal verteld? It might look rough. Het lijkt misschien moeilijk. But during the rough time, the solution is on its way. Maar tijdens de moeilijke tijden is de oplossing onderweg. Praat ik met iemand? Can I prophesy to somebody here today? Zal ik profeteren op iemand hier vandaag? As a priest of God. Als een priester van God. That the solution to that issue. Dat de oplossing tot die probleem. Is on its way in the name of Jesus. Het is onderweg in de naam van Jezus. Amen. Father, confirm the word that has spoken now. Vader, bevestig het woord dat ik nu gesproken heb. Door uw genade. Then we sit down. Laten wij gaan zitten. Tell your neighbor, I will not give up. Zeg tegen uw buur, ik zal niet opgeven. It might look like nothing is happening. Het lijkt alsof niets gebeurt. But underground. Maar ondergrond. God is planning. God is aan het plannen. God is brooding something. God is iets aan het doen. At the end of the day, something will happen. Op het einde van de dag zal iets gebeuren. Look at him. Kijk ernaar. Be strong and of good courage. Wees sterk en wees moedig. Who was being told? All of us. God zei dit tegen ons allemaal. Fear! Please look at your neighbor. Wees niet bang, kijk naar de buur. Say, don't fear that situation. En zeg tegen de buur, wees niet bang van die situatie. No, be afraid of them. Niet bang zijn van hen. And then he says, for the Lord thy God. Now, let me tell you, if God is not thy God, please, you should be afraid of. En hij zegt, de Heer uw God, maar als God niet uw God is, dan moet u bang zijn. If the Lord is
not thy God. Please, you have the cause to be afraid. Als God niet uw God is, dan hebt u wel een reden om bang te zijn. For he said, for the Lord thy God, he it is. Hij zei, de Heer uw God. That doth go with thee. Hij is degene die met u gaat. He will not fail thee. Hij zal niet falen. Nor forsake thee. En hij zal u niet verlaten. So if there is a promise like this in the Bible. Dus als er zo'n belofte is in de Bijbel. And God is my father. En God is mijn vader. Why should I be afraid? Waarom moet ik dan bang zijn? I told people in Geneva, I said, I have seen so much testimony of God. I've seen so much goodness of God that if I'm on 10-story building and I hear God say jump and I know it is God, I will jump. Ik heb tegen mensen in Geneva gezegd, ik heb veel getuigenissen gehoord en veel dingen gezien. Als ik hier in een heel hoog gebouw zal staan en ik weet zeker dat God het zegt dat ik moet springen, dan zal ik springen. Church, these days I made the decision to be making decisions without looking at anybody's face. En deze dag heb ik een beslissing gemaakt dat ik beslissingen zal maken zonder naar gezichten te kijken. I have suffered so much because I had always looked at people's face and said, oh, what will they think about? Oh, how are they going to feel? Yeah. But in the process, I found out that I had lost more. The ministry had lost more. So I have decided that no matter who you are, I will not look at your face. I shall look at what God is telling me, and that is what I am going to do. And if you don't like it, the door is open. Ik heb heel veel pijn gehad, omdat ik als beslissingen wil maken, zeg ik altijd, ik weet niet of wat mensen zullen zeggen, maar ik heb gezien dat wij heel veel zijn verloren door dit, en daarom zal ik nooit meer naar gezichten kijken. Let us look at Isaiah 49:15. Laten we even kijken naar Isaiah 49. Isaiah 49, verse 15. Isaiah 49. Isaiah 49, verse 15. Women, vrouwen, maybe you will understand this question. Misschien zult u deze vraag begrijpen. Can we all read it together? Laten we het samen lezen. 1, 2, 3, go! God. Do you know that some mothers throw their children away? Weet je dat sommige moeders hun kinderen weggooien? But God says. Maar God zegt. Yes, some women will do that, but for me, I give back to you. Maar God zegt, sommige vrouwen zullen het doen, maar ik. He says, I will never forget thee. Hebt u voor me gebracht, dus ik zal u nooit vergeten. If you can open your medulla oblongata. Als u een medulla oblongata kan openen. If you can open it and put this secret inside. En deze geheim daarin stoppen. You will not be afraid of any situation or anybody or even your business. You will not be afraid no matter the bill that comes. You will not develop high blood pressure. Dan zult u nooit meer bang zijn voor uw zaak of wat dan ook. Ook al komen veel rekeningen dat u moet betalen, zal u nooit hoge bloeddruk hebben. Come, when they bring paper to court, is the judge not a human being? Wanneer ze u een brief geven om naar de gerechtshuis te komen, is de gerechtswaarde geen mens? Is the judge going to? Is it not God that gives him life? Is God niet degene die hem leven geeft? Can't he die a day before the judgment? Kan hij niet sterven een dag voor de veroordeling? You see, Christians, because we are not using our power. If we use our power, a judge will be reading and read different things out of it. Christenen, we gebruiken onze kracht niet. En hebben we onze kracht gebruikt als dat de gerechtswaarde iets anders lezen dan wat het op papier staat. Please. Let's be clear. Laten wij duidelijk zijn. Do you know that there is such voodoo power that a judge can want to talk, begin to say different thing? Weet dat er voodoo kracht kan zijn dat een gerechtswaarde iets wil zeggen en hij zegt iets anders? If ordinary voodoo can make a judge do a different thing, then what of the power that makes the voodoo itself? Als een gewone voodoo-herbroek kan zorgen dat de gerechtvaardige iets anders zegt, wat dan het kracht die de voodoo geschapen heeft? It's like all of you are unbelievers. Het is net alsof jullie allemaal ongelovigen zijn. I say it's like you are unbelievers. Het is net alsof jullie allemaal ongelovigen zijn. Let somebody shout hallelujah. Laten we ons hallelujah roepen.
Can I show you another promise? Ik zal u een andere belofte laten zien. Philippians 1:6. I want when you go home, go and look at these scriptures and use them to pray. Ik wil dat wanneer u naar huis gaat, je breekt deze geschriften om te bidden. Can we read it together again? Laten we het samen lezen. Hello. Hallo. These things you are reading, who said them? Dit wat jullie lezen, wie heeft het gezegd? Is it? God heeft het gezegd, toch? I rebuke the spirit of slumber on this side. Yeah. Ik kom tegen richting slapen en deze kant in Jezus naam. Ah, what did happen? Wat is er gebeurd? Come, tell me what happened yesterday in town. Zeg mij, wat is er gisteren op stad gebeurd? Veel op, maar jullie zijn te laat gekomen. Party? Three parties. Oh, my father, I go pray more. Vader, ik moet meer bieden. But there is party in town and it affects the attendance of your house. Oh, er is een feest in stad en mensen komen daarom niet naar de kerk. Ah. Help me, my father. Help mij, mijn vader. This work you gave to me. Deze werk dat u mij gaf, dat u mij gegeven heeft, alleen u kan mij helpen. Ah. It can be heartbreaking sometimes. Het kan soms mijn hart breken. And yet these same guys, we expect God to do this and do that for them. En dezezelfde mensen willen dat God dit en dat voor hen doet. Well, God will help us. God zal ons helpen. He will have mercy on us. Hij zal genade hebben op ons. Jesus name. In Jezus naam. Can we go? 1, 2, 3, go. Zijn samen lezen. De dag van Jezus Christus voor u is de dag dat u sterft. That's when you meet him now. Dan zult u hem ontmoeten. Is it it? Toch? He said, be confident of this very thing. Hij heeft vertrouwen op deze ding. Now what is that thing? En wat is dat ding? Let me tell you that thing. Ik zal het u zeggen. That thing is that he. En dat ding is. Which had begun a good work in you. Dat hij die een goede werk heeft begonnen in u. Until the day of Jesus. Dat hij het tot zal blijven doen tot de dag dat u Jezus ontmoet. Sommige mensen zeggen niet amen. Amen. So no matter the problem you face, always remember that Jesus started something. En maak je uit welke probleem u hebt, u moet altijd herinneren dat Jezus iets begonnen heeft. Remember that anything that has started happening for you and Satan is trying to obstruct it, remember. Dat wat als u iets doet en de duivel wil het tegenhouden, niet vergeten dat hij die het begonnen heeft, het ook tot einde zal brengen. Look at your neighbor, say don't give up. Kijk naar uw buur en zeg niet opgeven. No matter what they say, don't. Het maakt niet uit wat ze zeggen, niet opgeven. No matter what you see, don't. Het maakt niet uit wat u ziet, niet opgeven. No matter the bills in the house, don't. Het maakt niet uit welke rekening u hebt thuis, niet opgeven. No matter how that woman yabby at home, don't. Het maakt niet uit hoe die vrouw uw uitscheld thuis, niet opgeven. No matter what that man said at home. Opgeven. No matter the problem the children give at home, don't. Het maakt niet uit welke problemen de kinderen geven thuis, niet opgeven. Whether they give you 5 days to go, don't. Ook al hebben ze in 5 dagen geven om weg te komen, het maakt niet opgeven. All you need to do. Alles wat je moet doen. If they give you 5 days, give them 5 days. Als ze in 5 dagen geven, moet u hen 5 dagen geven. They give you 5 days to leave the country or 1 month to leave the country. Give them 1 month to withdraw their decision in Jesus' name. Als zij u een maand geven om het land te verlaten, geef hen een maand om die beslissing om te keren in Jezus' naam. You see, Christians don't live radical lives, that is why. Weet u, christenen leiden geen radicale leven, daarom. Ask my neighbors where I live. En vraag het aan mijn buren waar ik leef. They fear me. Zij zijn bang van mij. Because if you challenge me, I open up fire immediately. Want als je mij uitdaagt, zal ik vuur openen onmiddellijk. I use the word. Ik gebruik het woord.
If you challenge me, I challenge you back. Als u mij uitdaagt, zal ik u ook uitdagen. If you make a decision I don't like and I know it's not in line with the word of God, I will challenge you. Als u een beslissing maakt dat ik niet leuk vind en ik weet het gaat niet akkoord met het woord van God, zal ik u uitdagen. By the time you begin to be terrified in your dream, nobody will tell you to go change your mind. Op het tijd dat u altijd bang wordt in uw droom, dan zal niemand u zeggen om uw van gedachten te veranderen. Hello. Hallo. Some of you think it's only Satan that can send snake in the dreams. Sommigen van jullie denken dat alleen de duivel als slangen kan sturen in uw droom. By the time I begin to send snake to your dream, nobody will tell you to change your mind. Op het tijd dat ik nu slangen zal sturen in uw droom, zal niemand u zeggen om van gedachten te veranderen. In scripture. Het is van de geschiedenis. God heeft de slangen gestuurd om de Israëlieten te bijten. Hello. Hallo. When Israel was disobeying God, God sent snakes to go and bite them in their houses. Toen de Israëlieten ongehoorzaam waren tot God, heeft God slangen gestuurd om hun te bijten in hun huizen. Van waar kwamen die slangen? God ordered it. God heeft het bevelen. If my father can order, me too I can order. Als God het kan bevelen, kan ik het ook doen. Let somebody shout hallelujah. Laat iemand hallelujah roepen. I want to tell yourself, say from today. Zeg tegen jezelf en zeg vanaf vandaag. I will refuse to give up. Zal ik weigeren op te geven? I will fight back. Ik zal terugvechten. Whatever presents itself. Wat zich voorstelt against me. Tegen mij. I refuse to chicken out. Ik weiger om terug te keren. I will fight back. Ik zal terugvechten. In Jesus name. In Jezus naam. Amen. Then look at verse 24. I mean verse 13. Kijk dan naar Matthäus 24 vanaf vers 13. Maybe I will end here because I need to pray for you. Misschien zal ik hier eindigen, want ik moet voor u bidden. And I have to make sure we close on time. En ik wil ervoor zorgen dat we op tijd sluiten. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Maar hij die blijft volhouden tot het einde, hij zal gered worden. You know that Satan fights very dirty, my brother. Weet u dat dat Satan heel goed vecht? How is your baby doing? Have you been receiving call at all? Yes, I have. Uh-huh. Praise the Lord. Satan is a dirty fighter. And he never gives up till you surrender. De duivel vecht heel wel en hij geeft nooit op tot u opgeeft. But if you refuse to surrender, then he gives up. Maar als u weigert op te geven, zal hij opgeven. So if you endure to the end, you will be saved. But if you don't endure to the end, he will eat you. Als u blijft volhouden tot het einde, zult u gered worden. Maar als u dat niet doet, zal de duivel u opeten. Please, I want you to look at your neighbor and say, please endure to the end. Alsjeblieft, kijk naar uw buur en zeg, blijf volhouden tot het einde. Why the word the end? It means that every problem has an end. Waarom staat het woord daar einde? Het betekent dat elke probleem een einde heeft. Can somebody tell me a problem that does not have an end? Kan iemand mij zeggen een probleem dat geen einde heeft? And can I also tell you good news? En ik zal u ook een goede nieuws vertellen. If Satan is bent on killing you and God says okay, not a problem. The best healing is death. Als de duivel u wil doden en God zegt okay, dan is de beste genezing dood. The greatest healing is death. De grootste genezing is dood. Because you know that when you die, you're going to heaven. Want je weet dat wanneer je sterft, dat je naar de hemel gaat. Am I speaking French? Spreek ik Frans? Or is it Italian? Of is het... The Bible says, be thou faithful until death, and I'll give you a crown of life. De Bijbel zegt, wees trouw tot dood en ik zal je kroon van leven geven. So if it pleases the Lord that in my struggle that I need to die, then let it be so. Because when I die, I know that I am going to. Dus als het de Heer plezier dat in mijn problemen of in mijn worsteling dat ik sterf, dan zal ik sterven, want ik weet dat ik naar de hemel ga. Please, everybody stand up. Iedereen sta op. And prophesy to yourself. En profeteer tot jezelf. Ben je klaar om een profeet te zijn? Prophesy to yourself. Profeteer tot jezelf. Say, I will not give up. Zeg, ik zal niet opgeven. I will trust God. Ik zal God vertrouwen. In whatever I face. In wat ik ook tegenga. Because my God is alive. Want mijn God leeft. He is the greatest of the greatest. Hij is de grootste van
kind of brood. And he has the solution to every problem. En hij heeft de oplossing tot alle problemen. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam bidden we. Now shake somebody and say, be strong and of good courage. Schud iemand en zeg, wees sterk en moedig. Praise the Lord. Lord the Heer. Let's give the Lord a hand of applause. Yes, the Lord instructed me to bless you. Hij heeft mij een instructie gegeven om u te zegenen vanaf Psalm 91. Please take this blessing very serious. Alsjeblieft neem deze zegening heel serieus. I declare in your lives. Ik verklaar in uw levens. That the Lord will be your refuge. Dat de Heer bij u zal staan. The Lord will be your fortress. Dat de Heer uw sterkte zal zijn. And in God you will trust. En dat u zal vertrouwen in God. God will deliver you. God zal u bevrijden. From every snare of the fowler. Elke vaal van de vijand. And from every noisome pestilence. En van elke ziektes. The Father of our Lord Jesus Christ. De Vader van onze Heer Jezus. He will cover you with his feather. Hij zal u bedekken met zijn veer. And from today I declare. Vanaf vandaag verklaar ik. That under his wings shall that trust. Dat onder zijn vleugels zult u vertrouwen. His truth shall be your shield and your buckler. Zijn waarheid zal uw schild zijn. En uw bescherming. From today I declare. Vanaf vandaag verklaar ik. Thou shalt not be afraid for the terror by night. Dat u niet bang zal zijn door wat er 's nachts gebeurt. You will not fear any arrow that flies by day. U zult niet bang zijn van de pijlen die vliegen in de dag. Every pestilence that walk in darkness, you will not be afraid of it. Elke ziekte die werkt in de duisternis, u zult daarvan niet bang zijn. The destruction that moves in the daytime on the moon time, you will not be afraid of it. Passeert in de dag, u zult daarvan niet bang zijn. In obedience to the word of God. In gehoorzaamheid tot het woord van God. I prophesy according to the word. Ik profeteer volgens het woord. That a thousand shall fall at our side. Dat een duizend zal vallen aan uw kant. 10,000 at the right hand. En 10,000 aan uw rechterhand. But they shall not come near you. En dat zij zullen niet bij u komen. Only with your eyes. Alleen met uw ogen. You will see. Zult u zien. And you will see the reward of the wicked. En u ziet de beloning van de slechte zien. No evil will befall you. Geen kwaad zal u bevallen. If there is a plague in this nation, it will not hold you or your children in Jesus' name. Als er een kwaad is in deze land, zal het niet bij u en uw kinderen komen in Jezus' naam. It will not come near your dwelling place. Er zal niet bij u thuis komen. Because God has promised. Maar God heeft beloofd. That he will give his angels charge over you in all your ways in the name of Jesus. Dat hij ervoor zal zorgen dat de vijanden u zult beschermen in alle wegen in de naam van Jezus. I declare that they shall bear you up in your hand in their hands. Ik verklaar dat zij u zullen opheffen in uw handen. I unearth this scripture for you. En ik breng deze geschriften tot leven voor that u. You will tread upon the lion and the adder. Dat u zult stappen op de leeuw. The young lion and the dragon will be under your feet. En de slaan, de jonge leeuw en de draak zal onder uw voeten zijn. I declare this word that God will deliver you. Ik verklaar deze woord dat God u zal bevrijden. And God will promote you. En God zal u promotie geven. Because God will make you to know his name in Jesus' name. God zal ervoor zorgen dat u uw naam zal kennen in Jezus' naam. I declare that from today. Ik verklaar dat vanaf vandaag. He will call upon the name of God and he will answer you. Zie de naam van de Heer zal roepen en hij zal u beantwoorden. In obedience to his word. In gehoorzaamheid tot zijn woord. God will be with you in any trouble you go through. Dat God met u
zal zijn in alle problemen dat u meemaakt. My God will deliver you. Mijn God zal u bevrijden. My God will honor you. Mijn God zal u eren. And finally, en tenslotte, I declare that with long life with God satisfy you. Ik verklaar dat God u lange leven zal geven. None of you will face untimely death. Geen van jullie zal vroeg sterven. Father, I have obeyed what you asked me to do. Vader, ik heb gehoorzaam wat u mij gevraagd heeft. I have blessed your children from the scripture. Ik heb uw kinderen gezegend uit de geschriften. I didn't want to bless them from my head. Ik wou ze niet zegenen uit mijn hoofd. Lord, take this scripture and let it begin to be a medicine to their bodies. Yeah. Vader, neem deze geschriften en laat het medicijn zijn voor hun lichaam. Let it begin to be favored to their paths. Yeah. Laat het gunst worden voor hun wegen. And let it begin to give them good success. Yeah. En laat het hun goede succes geven. Father, with my eyes, I shall see the effect of this prayer today. Yeah. Vader, met mijn ogen zal ik de effect van deze gebed zien vandaag. In the name of Jesus we pray. In de naam van Jezus bidden we. Let's give the Lord a hand of applause. Laat u het klappen voor de Heer. May the word that be spoken today bear fruit in your life. Woord dat gesproken is vandaag vruchten brengen in uw leven. May the prayer for you be activated in the name of Jesus. Mag het gebed voor u geactiveerd zijn in de naam van Jezus. Amen. May God be an enemy to your enemies. Mag God uw vijand zijn tot uw vijand. Amen. May God strengthen you through the week. Mag God uw kracht geven. Amen. And bring you back next week again. En de volgende week terugbrengen. Amen. There was a testimony today. Er was een getuigenis vandaag. May you be the one to share that of next week. Mag u deze zijn om het te delen in de Jezus naam. In Jesus' name we have prayed. In Jezus naam hebben wij gebeden. May we say the grace. Mag de gratie zijn. Gratie van God en weer Jezus Christus. Verblijf met ons nu en voor altijd. Zeker goedheid en genade zal met ons blijven. Alle dagen van ons leven. En wij zullen verblijven in het huis van de Heer, voor altijd en altijd, in Jezus' naam. Amen. Besa-